Welkom, wat leuk dat je kijkt. Mijn naam is Steun en vandaag neem ik een kijkje op de open dag van Fontys ICT hier in Tilburg. Hey Stijn, je bent student hier aan Fontys. Ja, dat is zeker waar. Welke richting heb je eigenlijk gekozen in het startsemester? Nou, in het startsemester vond ik het heel moeilijk om te kiezen. Dus ik eerst dacht van, ik ga business doen, doen software. Toen kwam ik achter dat ik programmeren niet heel vet vond. Dus heb ik toch gekozen voor infrastructuur. Om ook een beetje de algemene IT-kennis te krijgen. En ook een beetje hoe het dan in het bedrijf werkt, als het ware. Hoe bevalt de open dag? De open dag bevalt goed. Ik werk al een tijdje als PR-student. En ik vind het gewoon heel leuk om de nieuwe studenten een beetje te kunnen vertellen over een opleiding die mij heel goed ligt. En gewoon ik kan helpen in de juiste studiekeuze te kunnen maken. Welke vraag is vandaag het meest gesteld aan jou door de studenten? Toch wel gewoon over hoe mijn ervaring is hier. En dan zeg ik altijd van ja, P8 is gewoon een beetje een huiskamersfeer. Kleine studententeam. Dus je kunt heel snel, heel korte lijntjes overal iedereen al spreken. Dat vind ik heel fijn ook. En daarbij ook toch wel hoe het wonen in Tilburg is en of je aan kamers kan komen of niet. Want dat is altijd de vraag, want dat mensen dan ver buiten Tilburg komen en hoe de reistijd is. En dat voornamelijk wel. Hey Stijn, ik wil je hartelijk bedanken voor het interview. Graag gedaan. Ik zei naast Ben en Ben, jij bent medewerker van Student Plus. Ja, ik werk voor Student Plus inderdaad, zowel in Eindhoven als in Tilburg. Zou jij mij kunnen uitleggen, of aan de kijkers thuis, wat is Student Plus precies? Dat is een goede vraag voor jou, want wij doen een hoop. Het komt eigenlijk neer op extra studentenondersteuning voor alle studenten, zowel internationaal als Nederlandse studenten. Ja, en ondersteuning, dat is een hele brede term, maar daar kan in van alles zitten. Dat kan psychologische klachten die je hebt, maar ook bijvoorbeeld omgaan met plannen, feedback vragen met docenten, motivatieproblemen, topsport tijdens studie. Dus eigenlijk alles wat invloed heeft op jouw studie, buiten de vakinhoud, waar je extra ondersteuning in zou willen krijgen, daar gaan we mee aan de gang. Jij bent docent AI hier op het Fontys. Ja, dat klopt. Semester 4 AI. Hoe lang ben je al docent? 3 jaar. 3 jaar ben ik hier als docent werkzaam. En hoe bereiden jullie studenten voor op de huidige en toekomstige ICT-markt? Ja, dat is best wel lastig. Waar het eigenlijk om gaat is dat wij vanuit authentieke taken kijken. Dat zijn genuine tasks, zoals ze mooi heet in het Engels. Dat zijn die taken die uitgevoerd worden door mensen nu echt in het veld. En we vragen dus aan bedrijven, Pattern Education, Pattern Innovation, om dat soort projecten te komen. En dan bereiden we de studenten voor om dit soort zaken toe te focussen op leeruitkomsten. En wat is de meest gestelde vraag die gasten vandaag of bezoekers aan u hebben gesteld? Wat ze hiermee kunnen doen met AI. En hoe dat uitziet, want die wereld verandert zo snel. Dus ik heb daar heel veel gesprekken over gehad met zowel studenten als met ouders. Van goh, hoe zien wij dat als docenten nu? Maar we weten echt niet welke beroepen er over een jaar of 2 zullen zijn op dit gebied. Een algemeenheid in de IT, dus het is best wel lastig. Daarom focussen ze graag samen dan. Want dat dit gebruikt gaat worden in een steeds moeilijkere context. Maar wij willen wel in staat zijn om elk half jaar weer iets aan te bieden. Zodat dit passend is op wat wij op dat moment zien als ontwikkeling. Dit was al het einde van de video. Bedankt voor het kijken en hopelijk heb je een beetje van de sfeer kunnen proeven hier op de open dag. Kon je er niet bij zijn? Dat is helemaal niet erg. In januari is er weer een nieuwe open dag, dus hopelijk zien we je daar.